Dankjewel, Pieter. Ja, Antwerpen was mijn eerste, niet mijn eerste WordCamp, maar wel mijn eerste WordCamp waar ik ook hardop iets durfde te zeggen tegen mensen. Dat was echt heel avontuur. Ik ben heel lang heel bang geweest voor mensen en nu sta ik hier voor jullie allemaal. Mag ik een verhaaltje vertellen? Ik was afgelopen december op WordCamp in Amerika, in Nashville, waar Remke het net ook over had. En toen kwam iemand naar me toe en die zei, hey Wendy, leuk, ik heb je gezien in Parijs, WordCamp Europe, ik heb je daar gezien. En, maar wat doe jij nou eigenlijk? En toen dacht ik, dit is niet helemaal oké. Ik beweeg me in de WordPress community, omdat dat is waar ik in werk, waar ik mijn geld mee verdien. En de mensen die met mij in die community bewegen, weten niet wat ik doe. Daar moet verandering komen. Ik heb eerder talks gegeven, die gingen altijd over community en over sociaal en over leuke dingen doen. En toen dacht ik, oké, wat ik doe is vooral mensen leren hoe ze met WordPress kunnen werken. Dus, en wat is daarin belangrijk? Hou het simpel. En ik dacht, dat is vast voor veel andere mensen ook een lastig dingetje. Als je met WordPress werkt, je krijgt een soort blinde vlek. Omdat dat allemaal super logisch is, omdat het allemaal super makkelijk uitziet. En dan probeert dan iemand uit te leggen en die zit je dan zo aan te kijken. En je ziet gewoon dat ze het niet snappen. Dus ik heb een poging gedaan, en dat zeg ik er heel nadrukkelijk bij. Want als je gaat verdiepen in hoe werkt het nou eigenlijk, ga je in een soort konijnenhol waar gewoon geen eind aan is. Want dan ga je uitzoeken hoe werkt een website. Hoe werkt het internet? Waar gebeurt wat? Wat hoort bij wat? Wat is van wie? Kun je eindeloos in verdwalen. Dus wat ik heb gedaan, ik heb het opgedeeld in twee delen. Hoe werkt de website in zijn algemeenheid? En het tweede deel is hoe werkt WordPress specifiek? En het is voor de hele technische mensen onder ons, ik weet niet of er heel veel mensen zijn die hele technische achtergrond hebben, het is versimpeld. Het is bedoeld voor mensen die geen ervaring hebben met internet en met websites, deze uitleg. Het is ook bedoeld voor mensen die wel ervaring hebben, die af en toe werken met mensen die geen ervaring hebben. Dat je het kan uitleggen. Ja? Oké. Hoe werkt een website? Nou, iedereen heeft ervaring met websites die hier zit, neem ik aan. Even checken, klopt dat? Ja, allemaal ervaring met websites. Oké. Je klikt een URL aan en het werkt. Dat is de verwachting, ja? Maar wat gebeurt er? Op het moment dat je een website gaat bezoeken, heb je eigenlijk vier dingen nodig. Je hebt een computer nodig. Je hebt een domeinnaam nodig en een plek waar de website staat. Je hebt spulletjes nodig die je kan bekijken. En je hebt een manier nodig om er te komen. Is allemaal nog logisch? Ik check even regelmatig, want voor mij is het allemaal super logisch. En nou ja, in je eigen rabbit hole is het niet altijd logisch. In deze dingen ga ik heel even kort doornemen met jullie. We beginnen met een domeinnaam. Een domeinnaam is de voor mensen herkenbaar, het voor mensen herkenbaar adres. In principe, alle websites, alle computers hebben een IP-adres. Dat is een nummer. Mensen kunnen nummers niet onthouden. Dat is heel simpel. Dus, wat hebben we gedaan? We hebben er een domeinnaam achter gehangen. De domeinnaam verwijst dus naar een IP-adres waar de website te vinden is. Als je de domeinnaam intypt, wordt die door een DNS, Domain Name System. Afkortingen zijn in mijn beleving allemaal super logisch, maar moet je ook net weten. Dus de domeinnaam wordt door een DNS, Domain Name System, omgezet in een IP-adres, wat vervolgens verstuurd wordt, waardoor de website gevonden kan worden. Logisch? Logisch. Oké. Op het moment dat het verzoek verstuurd is, dus je typt de domeinnaam in, de domeinnaam wordt omgezet naar een IP-adres, en dat verzoek wordt verstuurd ergens naartoe. En dat moet ergens uitkomen bij een adres. Het is net als wanneer je op een kaart kijkt, je wil ergens naartoe, je zoekt het adres op, je hebt het adres gevonden en daar staat een huis, of een flat, of nou ja, whatever. Daar staat iets. In het geval van een website staat daar een webserver. Logisch, hè?
Een webserver is over het algemeen een computer waar één of meerdere websites op gehost worden. Er kunnen ook andere applicaties op gehost worden, maar we praten over websites, dus voor het voorbeeld websites. Over het algemeen, mijn klanten huren een stukje op een server. Je hebt eigenlijk drie soorten webservers. Dat is shared hosting, dan huur je een stukje op een grotere server. Zoals wanneer je een appartement huurt in een flat. Je hebt VPS, Virtual Private Server. Dan heb je een soort rijtjeshuis. Het is wel van jou, maar het is wel gekoppeld aan anderen. En je hebt een private server. Dan heb je zeg maar de grote vrije staande woning die helemaal van jou alleen is. Het voordeel van een... Oh, ik ben al te ver, hè? Het voordeel van shared hosting voor mij, voor mijn klanten en voor mij ook is dat het onderhoud van de flat, van de hele server, wordt gedaan. Door de vereniging van eigenaren of de eigenaar van de server. Maar het wordt gedaan voor mij, hoef ik niet te doen. Bij een vrijstaand huis of bij je eigen huis moet je altijd zorgen dat de kozijntjes geverfd worden op tijd. En dat er, als ik al dingen kapot ga, moet je het zelf fixen. Dat is bij shared hosting niet het geval. Als het kapot is, in elk geval als het kapot is aan de hardware, wordt het voor je gefixt. Oké, dan heb je dus een plekje op een server en dan. Want een website en mensen naar een leeg appartementje sturen, heeft geen nut. Dus er moet wat in. Spulletjes. En in een appartementje zet je meubels, kasten, bankje, tafeltje. Op een webserver zet je digitale spullen. Teksten, foto's, video's, muziek. Waren even in grote lijnen de dingen die je kon bedenken. Dus je wil iets laten zien. Je huurt een stukje op je webserver en je plaatst er je dingetjes op. Het kan gewoon, dit knopje, willekeurig gewoon kwakken erop. Is een optie, is niet zo handig, want het wordt lastig om dingen terug te vinden. Dat is met je huis ook, hè. Als je gewoon willekeurig al je spullen naar binnen gooit, dan wordt het gewoon lastiger worden. Dat is met je server ook. Dus, wat doen veel mensen? Die gebruiken een mapstructuur om dingen te organiseren. Dus dingen gaan eerst in mapjes en vervolgens op de server. Is het nog duidelijk? Goed. Oké, dan het volgende stukje. Je hebt een computer waar je begint. Je hebt een eindadres waar je uitkomt. Hoe kom je daar? Via het internet. En toen dacht ik, het internet. Wat is het internet eigenlijk? Het internet is een netwerk, een openbaar netwerk van andere computernetwerken. Dacht ik, interessant, interessant. Zeg me niks. Een netwerk van netwerken. Dus ik ben gaan kijken, oké, hoe kan ik dat nou uit elkaar halen dat het een beetje tastbaarder wordt voor mensen? Wat het nou eigenlijk is? Want je hoort heel veel over de cloud. Zit het dan in de lucht? Is het echt niks? Want dat idee had ik heel lang. Van ja, het is eigenlijk niks. Maar dat is niet waar. Het internet is vooral kabels. Heel veel kabels. Ik heb even een kaartje erbij gezocht. Dit is de kaart van 2014. Van de onderzeese kabels. De onderzeese glasvezelkabels die onze hele wereld met elkaar verbinden. Even terug naar deze. Ik heb het even opgeschreven, ik lees het even voor, want dit zijn allemaal super interessante, ingewikkelde woorden. Afgezien van de complexe fysieke verbindingen die de infrastructuur van internet vormen, wordt het internet bij elkaar gehouden door bi- en multilaterale commerciële contracten. En de technische standaarden die de te gebruiken protocollen beschrijven. Staat op Wikipedia, voor degene die het nog een keer na wil lezen. En toen las ik dat en toen dacht ik, wat bedoelen ze daar nou eigenlijk mee? Waar het over gaat is, het internet zijn kabels die computernetwerken met andere kabels met elkaar verbinden. Toen ik dacht, het internet is openbaar, het is van iedereen, dat is niet zo. Het internet wat je plaatst kan, is van jou, maar de kabels zijn van bedrijven. En dat vond ik zelf best wel schokkend, want mensen denken, op het internet daar kun je gewoon zo
Dat is gewoon open, dat is van iedereen, daar kun je gewoon dingen delen. Maar er zijn dus bedrijven die eigenaar zijn van die kabels. Die zeggen, we halen onze kabels uit de grond. Ja, dan ben je dus gewoon klaar. Dus dat is wel even een belangrijk dingetje wat ik jullie ook mee wil geven. Besef dat hoewel het internet een netwerk is van netwerken en het lijkt of het van iedereen is en van niemand, al die hardware, die servers, die kabels, alles, alle machines die daarmee gemoeid zijn, zijn van iemand. En tenzij je je eigen privé-netwerkje hebt waarbij je eigen kabels graaft en zelf inplugt op andere computers, is het niet van jou. Besef dat goed. Oké. Okay. Dus we hebben het kabelnetwerk. Onder de zee is al vanaf 1853 worden er al kabels onder de zee gelegd. Toen nog niet voor het internet, maar nu inmiddels wel. En het blijft maar doorgaan. En dat resulteert in dit. En dit is even een kaartje, wil ik jullie heel even laten zien, zodat je bewust wordt van hoe internetintensief Nederland eigenlijk is en hoe niet internetintensief andere plekken op de wereld zijn. Waar ben ik? Hier is Nederland. Een van de weinige donkerblauwe stukjes. Dat betekent dat 90-100% van de mensen beschikt over internet in ons land. Dus dat is best wel veel. Oké, dus we hebben een adres, we hebben een vertrekpunt en we hebben een route. En dan? Ik heb het even uitgetekend, schematisch. Dit zijn de kabels. Dit zijn de servers. En dit ben ik achter mijn computertje. Om een website op te zoeken, heb je een programma nodig, een browser. Ben iedereen bekend, denk ik. Zijn er verschillende, wat je wil, kun je gebruiken. Jij vult de URL in. En jouw verzoek wordt doorgestuurd naar een ISP. Internet Service Provider. Dat zijn de mensen die zorgen dat jouw huis aangesloten is op internet. Je glasvezel, je kabel, Ziggo, die ISP. Want jij bent niet rechtstreeks verbonden met het internet. Jouw ISP heeft een netwerk wat jou verbindt met het grotere internet. En zo zijn er een heleboel. Jouw ISP gaat jou verbinden met het internet. En vervolgens wordt via allerlei knooppunten de server gezocht van het IP-adres waar jij naartoe wilt. En dan kom je eruit, worden de gegevens opgehaald en die worden in sneltreinvaart weer teruggestuurd. Als ik dit zo zie, ik weet niet hoe het met jullie is, maar als ik dit zo zie, dan denk ik, wat een godsmirakel dat het zo vaak goed gaat. En dat het zo snel gaat. Non de knetter, moet je kijken. En dit is gewoon een schematische weergave, dat is echt. En het gaat super snel. Dus vergis je daar niet in. Ik merk dat mijn klanten vaak vergeten, als ik het erover heb, of vergeten, niet eens weten, wat er allemaal moet gebeuren, welke stappen er allemaal genomen moeten worden. Dat dat een seconde duurt, of soms wat langer, is voor mij best wel logisch, maar voor heel veel mensen niet. Oké. Dus we hebben een route, we hebben de route terug, en poeik, website. Nog logisch voor iedereen? Goed. Stapje dieper. Een website bezoeken. Nog even schematisch. Browser zet de URL om in een IP-adres. Meestal doet de browser dat, hoeft niet, kan ook op andere plekken. Via het netwerk wordt de juiste server gezocht. De server zoekt de juiste gegevens op en stuurt die terug. Want op shared hosting hebben alle websites hetzelfde IP-adres, dus daar zit een apparaatje tussen, een router die zegt, hey, jij zoekt op dit IP-adres naar die naam, dan zijn deze gegevens die je terug moet sturen. Maar hoe gaat dat? Volgende konijnenrol. Je begint bij de browser en het is niet zo dat bij de browser zeg maar een soort virtueel vrachtautootje begint te rijden met
Ik ga gegevens ophalen met mijn lege trucje over de weg die ik heb uitgestippeld. Ik laai mijn trucje vol en ik rij weer terug met alles. Dat is niet hoe het gaat. Het gaat in puzzelstukjes. Dus, er wordt een verzoek gedaan en de server zegt, hey, dat heb ik, ik stuur je snippertjes, want die kunnen door de kabel. Die truck is heel simpel, die kan gewoon niet door die kabel. Dus alles wordt in snippertjes verstuurd. Als een soort puzzel. Al die snippertjes, als die allemaal verstuurd zijn, dan komt er als laatste... Waar is het lampje? Deze. Die. Dus. En dat is de doos. Met het plaatje over hoe de puzzel moet worden. Dus je hebt een hele bak met stukjes. En dan heb je een plaatje over hoe die moet worden. Ik weet niet of jullie ooit op de rommelmarkt een zak met puzzelstukjes hebben gekocht. Maar het is een stuk lastiger een puzzel te maken als je niet weet hoe die er uiteindelijk uit komt te zien. Oké. Dat bestandje, dat is HTML. Wie weet niet wat HTML is? Zeg het alsjeblieft, want ik heb daar super lang mee geworsteld. Dat ik dacht, HTML, ja, weet ik iedereen. HTML is Hypertext Markup Language. En dat is een opmaaktaal. HTML is geen programmeercode, het is een opmaaktaal. Dus het enige wat dat bestandje doet, is zeggen tegen jouw browser, hey, je hebt al deze puzzelstukjes, zo moet de puzzel eruit komen te zien. En dan weet jouw browser wat hij moet doen. HTML ziet er zo uit. Dit heeft iedereen wel eens gezien, denk ik, hè? Ja, als je dit in een browser bekijkt, ziet het er zo uit. Ja? Browsers zijn hele wonderlijke dingen. Ander verhaal. Oké, dus hoe werkt de website? Is het duidelijk voor iedereen? Ja? Stap 2. Ben ik al op de helft? Of... Ik heb nog tijd om de rest uit te leggen, hè? Ja, anders hou ik het spannend natuurlijk. Gewoon een keer terug. Oké, hoe werkt WordPress dan? Want een website bezoeken, er zijn een heleboel tools om websites te maken. En WordPress is één daarvan. Hoe werkt dat? Nou, WordPress is in de basis en in de uitgebreide versie, in alle versies, een content management systeem. Dus je kunt inhoud van je website beheren met door middel van WordPress. Op een manier die voor mensen begrijpelijk is. Want dat is waar een content management systeem voor bedoeld is. Je kan met gewoon kale HTML of gewoon rechtstreeks de server benaderen, kun je ook een website beheren. Maar dat is voor de meeste mensen gewoon geen doen. Dus WordPress is een tool die het makkelijk maakt voor meer mensen om content te beheren. Om te begrijpen hoe WordPress werkt, en dit is de wat uitgeklede versie, gaan we inzoomen op de server. De server bestaat uit 3 onderdelen, namelijk Apache, de server. Het kan ook een andere server zijn, maar goed. Voor het voorbeeld pak ik Apache. Dat is een webserver. Daarop is software geïnstalleerd in verschillende modules die bepaalde taken uitvoert op het moment dat er een verzoek binnenkomt. Ja? Als voorbeeld, een restaurant. Je komt een restaurant binnen en daar staat iemand bij de deur die zegt, oh, welkom, leuk dat je er bent. Komt u eten of komt u alleen maar drinken? Gaat u daar maar zitten. Dat is wat je webserver software doet. Die verwelkomt je en zegt, oh, waar komt u voor? Als u wat wilt drinken, gaat u naar de bar. Als u wat wilt eten, kunt u een plaatje uitzoeken in het restaurant. Vervolgens gaat jouw webserver PHP-scripts verwerken. En PHP kun je vergelijken, even terug naar het restaurantvoorbeeld, met de kok. Je bestelt iets bij de ober, die net je plaats heeft toegewezen, en die geeft door aan de kok, deze meneer of deze mevrouw wil, weet ik veel, saté met friet, of die wil een Caesar salad. En de kok zegt, aha, als die mevrouw dat wil, dan weet ik welke ingrediënten ik nodig heb, hoe ik dat bij elkaar verzamel en hoe ik dat klaar moet maken. Dat is wat PHP doet.
Dus PHP zorgt ervoor dat verzoek wat naar de webserver verstuurd wordt, dat dat vertaald wordt in naar dat wat jij wil hebben. En als laatste is er de MySQL database. In restauranttaal, dat is de voorraadkast. Dus je wil een salade, dan moet er uit de koelkast en uit de voorraadkast moeten de verschillende ingrediënten bij elkaar gezocht worden, zodat de kok voor jou die salade kan maken. Ja? Duidelijk? Goed. Schematisch ziet dat er zo uit. Dus, het verzoek komt binnen. Dat is dit pijltje. Het verzoek komt binnen. De webserver software die zegt, hey, we hebben een verzoek, wat kan ik daarmee? Het is een verzoek waarin PHP gevraagd wordt. Het wordt doorgestuurd naar een soort vertaalmodule die hier zit. Een PHP-vertaalmodule tussen het verzoek en wat er uit moet komen. PHP die haalt de bestanden op die nodig zijn. Die haalt informatie uit de database die nodig is. En die geeft het terug aan de verzoeker, zodat hij de website kan zien. Ik heb nog een ander voorbeeld. Voor het geval jullie het restaurant voorbeeld niet duidelijk vonden. Je gaat naar de apotheek en je komt binnen bij de balie. En dan zegt de apotheek, je geeft het recept aan de apothekersassistenten. En je zegt, één moment, je gaat voor het klaarmaken. De apothekersassistenten, dat is de server software. Op het moment dat ze het gaat klaarmaken, gaat ze in PHP-modus. De ingrediënten die ze gebruikt, dat is de files en de database. Ja? Goed. Wie kent dit? Index.php, wp-activate.php. Dit is een kaderinstallatie van WordPress. Als je hem uitpakt. Je downloadt hem als zipbestand. Als je hem uitpakt, heb je dit. Dus je hebt drie mappen en je hebt een aantal bestanden. We hebben net gezegd, als iets binnenkomt op de server, dan gaat het naar een PHP-vertaler. Maar hoe gaat dat nou in de structuur van die mappen die we hier hebben? Dus iemand wil, dit is wat je geïnstalleerd hebt op je server. Of dat heeft de hostingpartij voor gedaan. Maar dit is wat er op de server staat. En dan? Dan was best even zoeken om dit voor te vinden. Wat er dan precies gebeurt. Tenminste, ik vond het best wel lastig om te vinden. Maar dit is wat er gebeurt. Stap 1. Je verzoek komt binnen bij wp-config. Daar staat in. Bestanden vind je daar. Database vind je daar. Op die manier kun je daar naar binnen. Vervolgens gaat hij als eerste contact maken met de database. Alleen maar contact maken. Haal nog niks op. Het derde punt is dat hij bestanden gaat lokaliseren. De localisatiebestanden gaat inladen. Dus, localisatiebestanden, Nederlands, Engels, Frans, Duits. Ja? Volgende punt, plugins worden ingeladen, de actieve plugins, zodat hij weet wat hij moet uitvoeren. Vervolgens wordt de htaccess ingelezen. Dat is het onzichtbaar bestand. Dus ik dacht. En die wordt ingelezen voor rewrite rules. Dus hoe moet ik die URL weergeven? Vervolgens worden de themabestanden gedaan. Maar dit had een ander pijltje moeten zijn. Fascinating. De themabestanden worden geladen, dus dit pijltje, dit, had eigenlijk hier nog tussen mogen staan. En dan begint het. Dan worden de scripts die in PHP staan genoemd, die worden uitgevoerd. En dan wordt alles bij elkaar gevoegd. Dus wat hij nodig heeft uit de plugins, wat hij nodig heeft uit de thema's, welke informatie hij uit de database nodig heeft, wordt samengevoegd en vervolgens teruggestuurd naar de browser. Is dit een beetje duidelijk? Ja? Mooi. Opnieuw, wat ik dan denk elke keer als ik een werkende website heb, wat een godsmirakel dat het werkt. En ook, als ik kijk naar alle, dit is alleen de plaatjes van de hardware. Als ik kijk naar alles wat er nodig is om een website werkend te krijgen,
Wat een Gods mirakel dat er zo weinig fout gaat. En als je bezig bent met een website en er gaat iets fout, kijk eens naar alle plekken waar het mis kan gaan. Want als je dan gaat zoeken naar een fout, het zal weer niet anders zijn, maar als er iets mis is en mijn klant verwacht dat ik het gelijk oplos, dan begint bij mij de eerste stap is, ga eerst eens uitzoeken waar het misgaat. Dat is natuurlijk wel een indicatie als de klant zegt van, ik krijg een melding dat ik geen internet heb. Dan is het vrij makkelijk te bepalen waar het fout zou kunnen zitten. Maar als de klant zegt, ik krijg dit en ik verwacht iets anders. Ja, waar zit het? Zit het in de browser? Zit het in de computer? Want even los van al die apparaten die we nodig hebben. Al die apparaten hebben allemaal verschillende versies. En dan zijn er nogal wat variaties. Kijk alleen maar naar Windows en Apple gebruikers. Oude versies, nieuwe versies. Voor servers geldt hetzelfde. Er zijn superveel vormen van servers, manieren van servers. Je kan een server op verschillende manieren inrichten. Je kan heel minimalistisch inrichten, maar je kan hem ook heel barok inrichten met allemaal tierlantijnen. Je kan heel veel beveiliging aan de voorkant zetten, je kan heel veel beveiliging aan de achterkant zetten. Het zijn allerlei verschillende dingen, allerlei verschillende manieren. Hoe je ermee om kan gaan, maar ook waarop het fout kan gaan. Goed. Hier wou ik het bij laten, voor nu. Want dan heb je in elk geval een beetje een beeld van het technische verhaal. Van hoe het werkt aan de achterkant, wat er allemaal moet gebeuren. Laten we vooral dankbaar en dolgelukkig zijn dat dit zo vaak werkt. En dat we hier kunnen zijn om over dit soort onderwerpen te praten. En daar nog verder in te ontwikkelen. Mijn naam is Wendy Huisveld. Op Twitter vind je mij als Dolgelukkig. Mijn bedrijf heet Website Club. En wat ik dus doe is, ik help mensen met het beheren van hun eigen WordPress website. Zijn er vragen? Allemaal nog wel wakker? Ja. Oh ja, ik heb wel een vraagje. Waarom die FTP die FTP-files, waar komen die terecht? Hoe bedoelt u? Nou, dus ik krijg wel eens begins van dat ik heb een galerieprogramma van NextGen. Ja. En die werkt samen met een ander fotoprogramma, de Angry Gallery. Ja. En die werkt samen en die dat plugin, die werkt bij mij niet zo goed. En die files komen bij als FTP-file in WordPress. Hoe los je dat op om te kunnen samenwerken? Nou, FTP is eigenlijk niks anders dan een... Fijn al die petjes. FTP is eigenlijk niks anders dan een andere manier om de server aan te roepen. Dus FTP is een programmaatje wat je gebruikt om rechtstreeks de bestanden op de server te benaderen. Okay. Dus als er iets fout gaat in hoe een plugin werkt, dan kan dat zitten in hoe de PHP geschreven is. Het kan zitten in hoe de PHP de database aanroept. Het kan zitten in dat niet alle files goed zijn uitgepakt, bijvoorbeeld op de server. Dus dat niet alle files goed bereikbaar zijn. Dus als er iets niet werkt, wat ik net zeg, dan is het de truc is een lijstje maken waar kan de fout zitten en gewoon afstrepen. Ik weet zeker dat alle bestanden goed zijn uitgepakt en goed op de server staan. Check. Ik weet zeker dat de functies die uitgevoerd moeten worden, goed worden uitgevoerd. Check. Ik weet zeker dat de server waar mijn website op draait geschikt is, de goede versie PHP draait om de functies die ik aanroep uit te voeren. Check. En zo werk je een lijstje af. Oké. Bedankt. Ja, duidelijk? Ja, duidelijk. Goed zo. Hi. Ik ben heel benieuwd, want je zei je zat 2 jaar in de community en dat ze nog niet wisten wat je eigenlijk deed. Wat is je eigen achtergrond en wanneer ben je begonnen met WordPress? En hoe duurde het eigenlijk ongeveer voordat jij dit een beetje besefte? Ik werk nu 7-8 jaar voor mezelf met WordPress. En ik ben begonnen als hobbyist. Ik was van oorsprong schrik niet, ik was kraamverzorgster. Ik
op het moment dat ik met WordPress in aanraking kwam, was het omdat ik een domeinnaam cadeau had gekregen van mijn toenmalige vriendje. Dacht ik, ja, als ik een domeinnaam heb, dan wil ik er ook wel een website op hebben. Dus toen ben ik begonnen in Word, opslaan als HTML en dan publiceren op het web. En dat kon eigenlijk niet mee wat ik wilde. En ik had echt niks te vertellen, want ik zeg altijd tegen mijn klanten, zorg dat je eerst een verhaal hebt. Maar ik had echt niks te vertellen. Er stonden 3 plaatjes op en hoi, ik ben Wendy, zoiets stond erop. Maar ik was wel geïntrigeerd door wat het kon. Dat je gewoon met regels in een kladblok, of in een Word-bestand dan, dat je gewoon iets dat totaal anders uit kon laten zien. En dat dan iemand anders op een andere plek in de wereld dat kon zien en kon lezen. Dus ik ben daarmee gaan, ja, klooien eigenlijk. En dat was, ik denk dat ik 3 of 4 jaar geklooid heb. En toen werd ik ontslagen bij waar ik werkte. En toen zei iemand, jij bent toch heel handig met websites, kun je een website voor mij maken? Ik dacht, ah ja, ik kan iedereen, want het is zo logisch en zo simpel. En toen heb ik een website gemaakt en eigenlijk had ik binnen een paar maanden een websitebouwbedrijf. En dat was voor mij allemaal super logisch. En pas toen ik echt zei, en ik denk dat dat 3 jaar geleden is geweest, ik ga mensen leren hoe ze ermee om moeten gaan, ben ik me wat meer gaan verdiepen in dit verhaal. Want ik merkte gewoon, als mensen snappen hoe het werkt, en zo werkt het bij mij ook, en ik zie het ook bij mijn klant. Als mensen snappen hoe het werkt, maken ze gewoon veel minder fouten. Krijg ik veel minder gefrustreerde telefoontjes. Het werkt niet! Ja, maar het werkt niet! Kan ik niet oplossen. Dus klanten leren, als er iets misgaat, het werkt niet. Laat mij weten wat er niet werkt. Wat gaat er mis? Wat gebeurt er en wat had je verwacht? Snap je? En als ze dit verhaal weten, of in grote lijnen dit verhaal weten, dan snappen ze waarom ik die dingen wil weten. In plaats van, ja, jij bent de webbouwer, los het op. Dus vandaag. Ja, dankjewel. Maar hoe laat je dat klanten dan weten? Vertel je het ze allemaal persoonlijk? Of heb je een soort online staan? Of deze uitleg, zeg maar? Ik doe dit, want ik heb hem nu een half uur, maar ik heb gewoon 2 plaatjes. Waarin ik het uitleg. En dat doe ik in het eerste gesprek al. Dus eigenlijk leg ik het gewoon altijd live uit. En als mensen dan komen met... ik leg het... Want ik ben nu wat dieper ingegaan dan ik met klanten doe. Op het moment dat mensen met vragen komen en dat mensen echt zeggen van... Ja, maar ik wil gewoon dat die foto van 90 MB of 90 van een gigabyte, ik wil gewoon dat die gewoon op de website komt, dan ga ik het uitleggen. Ja, dat autootje, dat is niet een vrachtautootje wat door die kamers rijdt, want het gaat puzzelstukje voor puzzelstukje. Een puzzel van 4 stukjes gaat gewoon sneller dan een puzzel van 1000 stukjes. En dan zie je mensen zo kijken, ah ja, ah ja. Dus ik pak er stukjes uit wanneer het nodig is. Maar de basis van zo werkt het internet, dit is wat er gebeurt met de puzzelstukjes, en de basis van WordPress, wp-config, localisatie, plugins, thema's, database, wordt bij elkaar verzameld en dan wordt het, zeg maar, teruggestuurd. Die leg ik in het begin uit. Ja? Dat was hem, hoor.